Welkom bij een nieuwe aflevering. Vandaag gaan we tegen Rus. Een legendary fighter Rus. Ik speel weer Rico voor de hoeven. En die Rus gaan mij heel goed aanpakken. Want Russen zijn heel makkelijk. Dat vind ik zelf. Als ik die zag je bij die bittere. Die bittere deed niet zo goed hoor. Ik smap je in elkaar, bitch. Ik sla. Levin, hoezo heet hij zo? Rico, ja, deze rust gaan we echt nu van winnen. Want ik ben het nu al een beetje rustjes. Want de zwakke rust. Zwakke rust, toch? Ik pak die Rus heel goed aan. Ik pak die. Fuck. Klote. Rus. Roesja. Ik weet. Fake. Fuck. What the fuck? Holy shit. Ik heb een beetje schijt aan je Rus. Wit. Fuck. Die Rus hebben we bijna. Ik probeer bij de tweede ronde weer voor een harde fight te maken. Want jullie zagen voor Bobsap. Ik had er even zin in Bobsap. Weet ik veel waarom. Bobsap is eigenlijk helemaal geen goede box. Als je de zoek eens op Bobsap, Remy Wojanski, dat zie je vanzelf. En dan zie je Bob Sapp hoe hij speelt met de dekking en zo. Heb ik hem? Nee. Boef. Ik pak je wel, Rusland. Rus. Je bent easy for me. Tingel. Oké. Come on. Rust moet ik even pakken. Kom. Even meer aanval. Kom. Nee. Pak me. Yes. Lekker voor je. Ik win toch. Kom maar. Zeg. Die Rus heb ik nu. In de laatste ronde. Voor de knockout. Eindelijk die Rus. Ik pak je toch. Ik was een beetje. Die Rus wordt hier easy. Hoor, dit maak ik echt goed in de derde ronde. Nu pakken we echt de Rus. Toen. Lekker. Nee. Hij kan me laten vallen, want. Godverdomme. Mogol. Je bent een mogol. Dat gebeurt straks met jou, hè? Mogol. Fucking mijn schrijt. Even het verdiend. Je wel verdiend, hè? Kutteren. Ik bedoel niks racistisch bedoel. En ik.
Ik pak je! Ik, lekker! Poof! Power! Die, echt, ik heb nu de Mogolrus even gepakt. En ik bedoel niks racistisch bedoeld. Ik ben eigenlijk ontzettend kwaad dat hij me naar beneden heeft geduwd. En jongens, tot de volgende video. Later.